Ja, het gaat heel concreet om erkenning van het probleem van de werkdruk die al heel hoog is en van de tekorten aan leraren. En zij zeggen, het is nodig dat je extra investeert in dat onderwijs. Structureel extra investeert. Dat de salarissen op het goede niveau worden gebracht en er ook meer handen in de klas komen. Ik heb per les wel 2, 3, 4 leerlingen die ik eigenlijk nog had willen spreken. Ja, natuurlijk, precies die 4 te veel. Ja, maar dan kan je dus of niet tussen de tafeltjes door vanwege ruimtegebrek. He? Of tijdgebrek. Ik wil graag goed onderwijs leveren. Ja, ja. Inderdaad. Wat ik merk is dat er gewoon de werkdruk enorm is toegenomen. En ik maak me vooral zorgen om de jonge startende leerkrachten. Nou, gek, die staat naast je. Ja, die staat naast je inderdaad. Ik ben net begonnen als leerkracht en ik merkte op de PABO, ik heb de verkorte PABO gedaan. Maar zelfs daar, die duurt 2,5 jaar, zelfs daar valt de helft van de PABO-studenten ongeveer af. Omdat het niet aantrekkelijk is. Het verhaal van de dag is wel een beetje, er wordt 460 miljoen extra geïnvesteerd. Dat is toegezegd eerder deze week. Toch zijn jullie daar niet mee eens. Kan je vertellen waarom? Nou ja, 460 miljoen, prachtig, 500 miljoen. Maar dat hebben we structureel nodig, elk jaar en niet alleen dit jaar. Want je kan je voorstellen, als je elk jaar iemand moet betalen, dan heb je daar ook structureel geld voor nodig. Ja. Dus vandaar dat we zeggen, maak het nou structureel. We hebben structureel moeten geïnvesteerd worden in onderwijs. Want we maken echt ons zorgen over de onderwijskwaliteit. Want daar gaat het over. Want we willen onderwijs voor onze kinderen, onze toekomst, structurele investeringen. En dat kan vandaag gebeuren in Den Haag. Ja. En dat moeten ze ook echt doen. Onderwijs is toch leuk? Ja, ik vind mijn baan echt zo leuk. En ik hoef ook niet per se meer geld. Jij? Ons geld is prima. Hoeft niks bij. Nee. Mag wel. Wel, het geld dat er is misschien beter verdelen. Meer naar de kinderen en de docenten. Dus minder drukke klassen wellicht. Ja. Ja. Sommige mensen zeggen ik wil meer salaris, ik wil minder werkdruk. Wat vind jij? Ik vind dat lastig. De werkdruk, ja, het is hoog en salaris zou heel fijn zijn. Maar ik sta hier voornamelijk voor meer leerkrachten. Dat vind ik persoonlijk zelf het belangrijkste. Nou, ik sta hier zeker niet voor mijn salaris. Ik vind dat ik op zich gewoon goed verdien. Maar ik maak me gewoon echt zorgen. Ik sta 35 jaar met heel veel plezier voor de klas. Ik ben eigenlijk kleuterjuf. En als ik zie hoeveel tijd ik tegenwoordig achter mijn bureau, achter mijn laptopje moet zitten om alle administratieve romslomp op te schrijven, ja, daar word ik wel eens heel moe van. En dan ga ik naar huis en dan ben ik s'avonds kruip ik weer achter de computer. Dan gaan we weer verder. En dat vind ik zo jammer, want ik wil gewoon met die kleuters werken, want daar hou ik van.